In een digitale werkomgeving is een incident vlug gebeurd. Een pannen of een cyberincident met downtime en dataverlies tot gevolg is lang geen uitzondering. Het maken van een backup is dus zeker geen overbodige luxe. Wij geloven in de 3-2-1-regel. Drie verschillende versies voor van een backup, waarvan minstens op twee verschillende media, waarvan eentje off-site staat. Een off-site betekent buiten je bedrijf, weg van het on-premise stuk. Dat kan zijn een harde schijf die je ergens anders stockeert, of je gaat een stapje verder en je gaat kijken naar een cloud backup. Data van je media die je in het datacenter zal bijhouden. Een backup buiten het bedrijf gebeurt wel vaker. Naar de jongste tijd zien we meer en meer bedrijven kiezen voor zo'n backup in de cloud. Een van de grootste voordelen is het gebruiksgemak en het instelgemak. Het is niet complex om het in te stellen en operationeel te krijgen om je data veilig te stellen binnen een cloud provider. Daarbij komt meestal ook een lagere kostprijs kijken. Je hoeft geen grote investering te maken in lokale apparatuur. Je gebruikt de apparatuur van een cloud hosting provider en je kan je backup daar stockeren. Daarbij kan je ook veel sneller teruggrijpen. Op die cloud is alles meteen beschikbaar en meteen toegankelijk. Je kan direct terugspelen op de data die reeds beschikbaar is voor jou. Tricor is een IT-consultancybedrijf dat al gebruik maakt van cloud backup. Het is gespecialiseerd in het monitoren van IT-systemen om problemen op te sporen. Met die monitoring bedoelen wij precies dat wij een stukje software, een agent als het ware, op elk toestel geïnstalleerd hebben staan waarmee dat we problemen kunnen zien aankomen. Concreet voorbeeld, uw harde schijf begint vol te lopen. De agent ziet dat de schijf begint vol te lopen en kan dan buiten een waarschuwing geven dat dat gaat gebeuren, ook effectief zelf handelingen gaan uitvoeren, zoals bijvoorbeeld automatisch de prullenbak leegmaken, automatisch tijdelijke bestanden opruimen. Indien het probleem niet opgelost is, dan gaat hij voor ons ook nog de 5 grootste mappen weergeven in het ticket en aangeven dat er manuele actie vereist is. Het bedrijf koos doelbewust voor een backup in de cloud omwille van het gebruiksgemak. Het grote voordeel voor ons is dat cloud backup volledig geautomatiseerd kan werken. Dat er geen manuele handelingen meer voor nodig zijn en dat het dan perfect meermaals per dag kan uitgevoerd worden. En een ander voordeel daarvan is dat de backups ook steeds continu online zijn, waardoor dat de backup software ook automatisch kan gaan controleren van is deze backup nog goed werkend, zijn daar geen problemen mee. Een provider selecteren voor een cloud backup is een belangrijke keuze. Experts raden dan ook aan om niet over één nacht ijs te gaan. Stap 1 kan zijn, maak eens een afspraak, praat met de mensen, misschien een rondleiding in het datacenter vragen, zodat je ook weet waar staan mijn gegevens. Daarbovenop kan het handig zijn dat je een partij kiest waar je in geval van nood naartoe kan gaan om met een harde schijf je gegevens te vragen en zo snel een herstelling te kunnen doen. Thank you.